En hiervoor snijden wij daar op roet, omdat de darrencellen de varroa aantrekken. En hier zie je één varroa lopen. En als ik dat nog een keer breek, kijk, dan zie je dat hier overal varroa zitten. En door de darrencellen te verwijderen uit de bijenkast, verwijder je een heel groot deel van de besmetting. En als je dat dan periodiek doet, als het darrenbroed gesloten is, dan verwijder je een hoop varroa. Niet elke dar heeft varroa, maar als de varroa zit, dan kijk, hier zit er nog een. Dan hebben ze de voorkeur voor darren. Want de darren die zitten gewoon net wat langer als het werk bij in het celletje. En heeft de varroa meer kans om zich goed voor te planten.